Aangevallen door een kat. Helaas, pindakaas. We staan nu in Dietikheim. En dat is vlakbij Teuber Bishopsheim. Bishopsheim. En we staan naast de kerk, zoals je hoort. Die kerk die... kijk, kan je hem zien? Daar staat hij. Die kerk die slaat elk kwartier. Alleen tussen 10:00 en 7:00 is die stil, gelukkig. Maar nou, we vinden het eigenlijk wel sfeervol. Ik ga sporten. We hebben vandaag een beetje een rustig dagje. Vandaag is de eerste dag dat het wat koeler is. Hè, Roel? Ja, heerlijk. Heerlijk. Roel. Dan kan ik tenminste weer wat doen. Ja, precies. Ja, het was gisteren ook nog steeds zo snoeiheet. Ja. En nu is het 23 graden, dus goed te doen. Heerlijk. Roel gaat aan de video editen. Ik ga eerst de camper even een beetje schoonmaken. Oh ja, kijk. Hij is al begonnen met de boel leegmaken. De hondjes liggen bij mij buiten. Ik ga sporten. Gewichten liggen klaar. En Sanzijn is potje. Ja, die wachten het allemaal maar af, hè? Goedemorgen. Na gisteren hier een rustig dagje te hebben doorgebracht, gaan we vandaag op pad te voet naar Teuber Bishopsheim. Dat is ongeveer 2 kilometer lopen. Dus we nemen jullie mee. Zo, we zijn net het dorpje uitgelopen, werden nog aangevallen door een kat. Zelfs Sansa die... Nou zeg. Daar was ze niet bang voor, die kat. Een lady kon ik gelukkig oppakken. En toen heb ik die kat weggejaagd. En toen ging het allemaal goed. We lopen nu weer dat weggetje naar dat andere dorpje. Langs allemaal fruitbomen. Tenminste, meestal appels, denk ik. Appelfruitbomen. Er zijn heel veel appelbomen hier. Ja. Allemaal wel zo goed als rijp, denk ik. Dat dorpje heet Teuber Bishopsheim. Waar we heen gaan. Oh ja. Ik zeg het maar even. Ja, nee, dat is goed. Dat was me even ontschoten. Ja, dat dacht ik al. Nou, we zijn nu aangekomen in het dorpje en daar zie je al het slot, de toren van het slot met die vlaggen. En daarachter een kerk, ik weet niet of dat de Sint Maarten is, maar dat zullen we straks al zien. Maar ik moet wel zeggen, je kunt veel beter op dat plekje gaan staan waar wij nu staan dan de camperplaats hier in het dorp. Want dat zijn echt 3 vlak bij elkaar staande plekken, gewoon op een parkeerplaats. Heel sfeerloos. Vlak langs de spoorlijn. En het is maar 1,8 kilometer lopen naar het dorpje, dus dat valt reuze mee. En best een leuke wandeling. Dus als je goed ter been bent, zou ik zeggen, ga een dorpje verderop staan en loop er lekker heen. We zijn aangekomen bij het slot. Even kijken of we naar beneden moesten, wat erg leuk is. Of we even eerst naar boven gaan. Dat is ook erg leuk. De slotgracht. Kijk dat huis ook, prachtig. Met die ronde... Nee, Sansa ook, Sansa ziet weer duif hoor. Sansa, die duiven. Ja, Sansa vindt duiven verdacht. Die moeten weg. Schitterend, hè? Ja, joh. Kijk dan hier ook. Dit is de Madonna uit Teuber Bishopsheim. Ja, precies. Waar gaan we nu heen? Naar de kerk, Sint Martin. Oh ja. Het moet een hele mooi altaar zijn. Oh ja, zo.
We zijn nu bij de Peterskapelle. En dat is het oudste gebouw van de stad, van deze stad. En Roel gaat nu eventjes naar binnen om beelden te maken. En als Roel klaar is, dan ga ik ook nog even kijken. Want ik zit buiten met de hondjes te wachten. Die mogen natuurlijk niet mee naar binnen. Nee. Helaas. Is die dicht? Open. Nou, helaas was de deur dus op slot, maar we lazen net op het bord en dat stond ook in de informatie die we hadden dat we de sleutel moeten halen bij de toeristeninformatie, de VVV, hier 300 meter vandaan. Op het Marktplein. Op het Marktplein en dat gaan we dus even doen. Ja. En de toeristeninformatie is open van 11 tot 2. Het is nu 11:30, dus hij moet open zijn. De toeristeninformatie. Helaas, pindakaas. Hij is gesloten. Nou ja, dat is wel even jammer, zeg. Ik denk nog even een marktpleintje op en dan zijn we wel weer klaar hier, denk ik. Ja, en dan gaan we met de camper naar de volgende plek. Ja. Nog even een drinkpauze voor de hondjes voordat we weer naar de camper teruglopen. Het is gelukkig niet meer zo warm. Sansa, die drinkt de hele bak leeg. Nou, lady, heb je pech? Nee hoor, we hebben nog meer. We hebben alles gezien in het dorp en we gaan nu weer terug naar de camper. En nu lopen we dus langs de slotmuur en de slotgracht. Oh ja, hier keken we net op. Ja. Ach, wat leuk. Nou, daar stonden we net te kijken, ja. Denk ik, ergens. Oh, hier staat het op de stadsmuur. 1270. 10 meter hoog en 20 torens. Nou, nou. Ja, we zijn weer bij de camper aangekomen en er was een wandelingetje van bijna 6 kilometer en we hebben een heel mooi dorpje gezien. Rijden we door het Tauberdal. Waarom keren we nu, Roel? Omdat we een tunneltje krijgen van 2,70 meter hoog en daar gaan we niet onderdoor. Nee, dus we gaan gewoon terug naar de... Maar Tom wil ons ook wel terug hebben, hoor. Dus, ja. Maar ze sturen ons wel daarheen. Nou ja, goed. Hij is natuurlijk nou weer hier. Oh ja. Nou, kijk, dat is de romantische straat dat daarin. Echt door. We gaan gewoon die weg weer op. En het doel vandaag is Bad Mergentheim. Dat is maar 12 kilometer. Dus het is niet zo erg als we een omweggetje maken. Nee. Neem de tweede afslag links. Dit is het. Zo aangegeven staan waar je mag staan. Ja, dat denk ik ook wel. Ik ga
gelijk maar even ontzorgen. Ja. Die teel is weer vol. Hier is de ontzorgingspunt. Ja. Oh, en daar staan ook parkeerplaatsen voor de campers. Oh, kijk, hier staan meer campers. Ja. Moet je wel een watertank ook? Nee. Nou, we hebben hier een mooi plekje bemachtigd. Hè? Ja, zeker. Kaartje gekocht bij de automaat. Ik vind het netjes uitzien hoor. Heerlijk kunnen buiten zitten. Het is zalig weer. We boffen zo ontzettend met het weer. Even een broodje eten. Heerlijk. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.